Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Santa Claus. Yes. Cool John. Ja. De Santa Run, hoe is dat dit jaar? Ja, het is natuurlijk een gekke tijd zo in corona. We kunnen het niet zo doen als vorig jaar. 350 man, grote start op de markt. Was een groot succes. Veel geld voor het goede doel. Dat kan nu niet, maar we gaan ook dit jaar lopen. En, maar op een andere manier, want daar ben ik hier eigenlijk voor. Hoe ga je het aanpakken? We gaan op 19 december, 3:00 PM, allemaal starten. Maar iedereen start van huis uit. En je loopt dus coronaproof met je eigen gezin. Met je eigen mensen uit je eigen huishouden. Dus niet in groepen. Je bepaalt je eigen route. Je gaat starten. En je kunt simpelweg op Instagram of Facebook een foto posten van jouw activiteit. Met de goede hashtag erbij. En je krijgt je medaille. En we halen geld op voor een goed doel. Want daar gaat het natuurlijk om. Ja, en dat is dit jaar is dat de Manteling? Ja, klopt. Manteling Walcheren. Zijn zorgverleners. Die doen dat op vrijwillige basis. Die helpen mensen die hulp behoeven. En nogal, ja, wat ik zeg, zijn allemaal vrijwilligers. En daar moet ook geld bij. Ja, dat is heel goed. Dus je draagt er wat bij ook. En dan ben ik wel benieuwd, als je nou meedoet en je hebt die foto gemaakt. Dan controleert dus niemand of je een kilometer loopt of 10 kilometer. Dat moet je zelf weten. Nee, natuurlijk niet. Het gaat om de lol die we met z'n allen weer gaan hebben. Post zoveel mogelijk foto's. Ludieke foto's. Doe het samen. Houd je aan de regels. En we halen met z'n allen ook nog geld op voor het goede doel. Super, misschien, toch? Misschien ga ik deze keer ook wel meedoen. Dan doe ik gewoon één stukje de straat uit rennen en hop, medaille. Je wordt niet gecontroleerd. Je bent van harte welkom. Klinkt goed. Hey, dankjewel voor je toelichting. Oké, ik ga verder met trainen. Ja, heel goed. Hoi.